Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik ben vandaag met Nassim. Zo, de beeld is wel heel erg goed. Ik ben vandaag met Nassim. Ik had vanochtend eigenlijk een event, maar dat heb ik niet gered, want ik heb zo een meeting met Nesje. We gaan zo ook naar Spirit en dan ga ik ook gelijk mijn vlogs lopen editen. Want ik loop heel erg achter met de edits en dat wil ik vandaag echt heel graag doen. Dus dat is het een beetje. En ik heb ook een beetje trek. We zijn dan weer Spirit te eten. Ik heb wel honger. Maar ik vond het een beetje zo hetzelfde buffet hebben. Ja, het is wel vaak hetzelfde. Maar dat vind ik wel echt wat minder. Want ik vond, in het begin vond ik het echt zo lekker. Maar elke keer als ik er naartoe ging, was het gewoon precies hetzelfde. En dat vond je het beste van maken. Ja. Oh, die chai latte daar echt zo lekker. Die ga ik ook gelijk bestellen. Hey. Met je neonkleurtjes de laatste tijd. Je trui allemaal neon. Nog steeds. Leuk hoor, neon boy. Neon boy, mijn schoenen passen er ook bij. Nassim. Oh, neon boy. En jouw snotdoek ook, die past er ook bij. Nah. Ben je nog boos op mij? Nassim is boos op mij, want ik niet goed voor hem heb gezocht toen hij ziek was dit keer. Omdat het eigenlijk een beetje karma is, want de vorige keer was ik echt zo erg ziek. En toen geloofde hij mij niet en toen zei hij van... Mary, je bent niet ziek, sta gewoon op. En hij ging gewoon weg uit huis, omdat hij me zat was. Ik heb in je vorige vlog heb ik altijd mijn middelvinger in de lucht gehouden. En nu is hij boos omdat ik niet voor hem heb gezorgd, terwijl hij ziek was. En nee, hij... ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Oh, teleurgesteld. En mijn hart is gebroken. Ja, maar ja, weet je Nes, als je het niet voor een ander doet, dan moet je het ook niet verwachten van een ander. Dat is niet waar. Maar nu staan we kiet, dus de volgende keer, als ik ziek ben, dan mag jij jezelf weer bewijzen. Nou, ik hoop, inshallah, ik word je niet ziek. Ik heb altijd voor jou gezorgd als je ziek was. Altijd. En dit keer heb je me echt pijn gedaan. Ik heb precies echt voor mezelf moeten zorgen. Ik ben altijd zo'n iemand die echt zo goed voor hem zorgt als hij ziek is. En dat heb ik er niet gedaan. Niet en hij is echt zo, zo nee, zielig aan het doen. We zijn nu bij Spirit. En we gaan eerst even eten. Ik heb... een omeletje met geitenkaas, sperziebonjes, broccoli, wat ook alweer, bloemkool, avocado, olijfjes en zaduk. Dit is Nassim's bord en hij heeft nog lekker fruit erbij. Wij hebben inmiddels een meeting gehad en nu heeft Nassim even apart een meeting van mij, dus ik ben nu even apart gaan zitten bij Spirit en ik ga nu even lekker mijn vlogs editen. En ik ga zo even een lekker drink voor mezelf halen. Ik vind dat ook wel echt leuk van die dagen waarop ik gewoon lekker aan het werk ben. Maar dan wel in een chill omgeving. Want zoals ik gewoon thuis geen zin om te werken. En dan ben ik gewoon ergens anders heen. Gewoon puur om te werken. Dat is vandaar eigenlijk. Ik heb weer lekker een chai latte gehaald. En even een flesje water. Zodat ik heel goed water blijf drinken tijdens het editen. Weer aan het doen. Kijk, hij heeft gewoon twee toetjes gehaald. Echt, ja. Eet maar lekker. Oh, wat lekker zeg. Wij zijn inmiddels bij de Hornbach. We moeten even hier wat bestellen. Nessie moest net even op de foto. Kunt je dansen? We zijn er. Skills laten. Tegels. We zijn bij de Hornbach en wij zien opeens kattenbakken. Grote kattenbakken. Echt van die heel grote. Dus ik dacht, waarom komt er niet zo in? Miriam die wil onze katten, wil ze zeg maar transgender maken. Nee, weet je wat het is? Dinar is gewoon een tomboy, is blauw pas beter bij haar. Het zijn allebei. Ja nou en, het is een tomboy. Eigenlijk moeten we een roze en een blauwe halen. Maar is het te groot? Ja, het past niet in onze kamer. Samen. Ja, nou ja, we hebben wel... Het zo op elkaar als ik klaar ga. Dan ga ik poepen. Maar ik ga voor blauw. Jij? Nee, ik wil roze. Nee! Het zijn onze dochters, we moeten roze. Maar Dinar is tomboy. Nee, Dinar is ook een meisje hoor. Laat haar vrouw zijn. Dus. Kijk deze bakjes voor de katten. Zo schattig. Dan deze staat miauw op. Zo lief. Zo, hij is even de kattenbak aan het vullen. Ik ben benieuwd hoe ze hierop gaan reageren. Ik vind het echt niet bij Dina passen, man. Het past niet bij Dina. Bij Dina wel, toch? Dina, dat past helemaal niet bij jou. Wat is dit nou? Hé, Lira. Vind je het leuk? Oh, nee. Oh, daar gaat Dina hoor. Dina gaat erin. Dina gaat erin. In haar roze kattenbak. Harry? Dina is echt zo'n kat die chillt in de kattenbak. Soms gaat ze gewoon erin liggen. Echt zo vies. Je bent echt een poepkat. Oh, ik ben net thuis. Nassim is eigenlijk net weg, want
Er werd opeens iets in zijn agenda gepland en hij moest er snel vandoor. Dus heb ik even snel iets voor mezelf gekookt, want ik had eigenlijk wel weer trek. En ik ga vandaag gewoon vegetarisch eten, aangezien Nassim er niet is. Anders moest ik even vlees bakken, maar ik hoef het zelf niet per se altijd. Ik heb voor mezelf gemaakt asperges. Een beetje restjes van gisteren. En ik heb nog een Griekse salade erbij gemaakt. En lekker water. En ik ga hier even rustig van genieten. En ondertussen even mijn beste vriendin bellen. Want we waren aan de telefoon. Ik ging even ophangen om te vloggen. Dat vind ik soms wel gezellig. Van als je zeg maar aan het eten bent. Je bent toch alleen thuis. Dat je gewoon ook even een vriendinnetje belt. Dat je gewoon alles bespreekt terwijl je samen aan het eten bent. Ik sta nu in de wacht. Maar ik vind asperges echt zo lekker, jongens. Ik ben echt aan het genieten. Oh. Ja. Ik heb letterlijk een uur lopen bellen. En daarna ben ik maar gaan douchen. Want ik moest echt heel erg nodig mijn haren wassen. Dus dat heb ik even lekker snel gedaan. Oh, voelt zo goed. En nu ga ik even mijn haren doen. Daar heb ik wel weer echt geen zin in. Ik heb mijn haar even echt heel erg snel gedaan. Dus het draag ik helemaal niet uit. Ik ben eigenlijk niet zo tevreden over de producten die ik laatst heb gehaald. Die eigenlijk best wel prijzig waren. Dus dat ga ik echt never, nooit meer halen. Ik heb trouwens over de producten van DevaCurl of DevaCurl. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar ik vind ze eigenlijk helemaal niet zo goed. De eerste keer dat ik het gebruikte dacht ik, oh ja, ik zie verschil. En daarna echt totaal niet meer. Terwijl zo'n fles kostte mij 30 euro of zo. Ja, sorry, maar echt totaal niet waard. Ik ga nu even Vampire Diaries kijken tot Hon vrij is. En dan ga ik richting Hon. Ik heb toch besloten om thuis te blijven. Want Nessie komt over een uurtje thuis. En dan denk ik, ja, het is niet zo leuk dan dat ik nu wegga. In ieder geval, ik ben wel even naar de appie geweest. En ik dacht, ja, ik heb heel erg veel zin om te snacken. En dan heb ik liever een gezonde snack. Dus ik ben even naar de appie gegaan om dingetjes voor vanavond even te halen. Even kijken. Ik weet nou ook niet of Nessie wel of niet heeft gegeten. Dus ik heb voor de zekerheid maar even gehakt gehaald. Even kijken. Oh, let hier niet op. Ik heb mijn waistrainer aan. Ik heb vooral veel groenten gehad van in mijn salade, fruit, tonijn, gehakt, van alles en nog wat. Maar Nessie wil heel graag fruit, dus ik heb 2 pakken blauwe bessen gekocht, want die waren in de aanbieding. En ik heb voor mezelf, en hier had ik dus echt heel veel zin in. Oh, pure chocola. Ik heb het echt een lange periode weer niet gehad na Spanje. Maar ik heb hier wel echt heel erg veel trek in. Dus wat ik nu ga doen is koffie voor mezelf zetten. Ga ik Vampire Diaries kijken. En dan ga ik deze chocola eten. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik kom nooit meer de supermarkt uit zonder avocado's. Echt waar. Ik eet er nu echt 1 per dag. En sinds we naar de Italiaan zijn gegaan ben ik ook verslaafd aan mozzarella. Ik gebruik toch altijd de chili pasta. Je hebt er dus ook een basilicum versie van. En een knoflook versie. Ik ga deze even uitproberen voor in mijn salades. En pasta's en zo. Okay, inmiddels een half uur later. Ik heb even besloten om even te gaan koken. Want ik weet dus niet of Nessie nu wel of niet trek heeft. En als dat niet zo is, dan heb ik vanmorgen gewoon lekker eten. Ik ga gewoon even een nieuw recept voor gehaktballetjes uitproberen. Wat ik heel lang wil uitproberen. En dat ga ik een keer doen zonder te bakken. Maar alleen in de oven. Even kijken of het ook echt lekker wordt. En dan kan ik er lekker morgen van eten. Even heel snel gehaktballetjes gemaakt. Het al niet netjes, maar goed. Er zit knoflook, ui in. Heel veel kruiden. Eigenlijk bijna alles wat ik heb doe ik er meestal in. En dan doe ik het nou in de oven. Kijk, de gehaktballen zien er nu zo uit. Ziet er eigenlijk best wel goed uit. Maar ik ga nu hier een sausje overheen doen. Met heet water. Die ga ik ook kruiden. En doe ik heel veel knoflook erdoorheen. En een beetje tomatenpuree. Dat ziet er dan zo uit. En deze gaan nu weer in de oven. Sim is net thuis gekomen. Leuk hè? Leuk hè? Jouw hoofd. Kijk hoe wit jouw hoofd nu is. Zo, inmiddels zijn de gehaktballetjes klaar. En ik ben echt zo'n iemand die mijn recept elke keer tussendoor een beetje verandert. Want zoals jullie kunnen zien zitten nu ook ja, heel veel stukjes spinazie ertussen. Daar had ik ook even zin in. Ik ga zo proeven of het lekker smaakt. Zo, ze zien er van binnen zo uit. Ik ben echt heel erg benieuwd. Volgens mij zijn ze ook best wel pittig. Super lekker. Ik ga nu even dit eten. Ik had nog asperges over. En ik ga even lekker een kleine portie eten. Dus, Nessim gaat zo weer naar de studio.
Dus ik heb me even besloten om naar Honey te gaan. Ik ga gelijk broodjes meenemen voor haar. Maar dan zit ze al 3 dagen op te wachten. Zo lekker in mijn badjas en mijn broodjes onderweg naar Honey. Ook dat zo eng als iemand eraan komt rijden in een garage. Godverdamme. Ik ben net aangekomen bij Honey met mijn broodjes. En ik denk echt dat ze heel erg blij gaat zijn. Ik ben nu bij Honey en wij gaan zo lekker naar de nachtwinkel. Yeah! Dat is zo handig in Rotterdam West dat je gewoon overal naartoe kunt ze laat. We zijn inmiddels ook langs de McDonald's geweest. We hebben lekker koffie gehaald daar. Dat is echt onze lievelings, hè, hon? Ja, dat is ons ritje. Ja, onze Honey, maar ik zeg, Honey vindt deze koffie van de McDonald's echt zo lekker ruiken. Dus dat wordt vanaf... Ik heb tegen Hon gezegd, elke keer als we langs de McDonald's gaan of ik ga met iemand anders naar de McDonald's, ga je vanaf nu koffie halen. Geen hamburgers meer, helemaal niks. We worden helemaal gezond weer, Hon. Ja, maar we worden gezond. Ja, en dun. En dun, hoop ik. Ik ben weer thuis. Ik was dus net bij Honey, het was super gezellig. We hebben even weer bijgekletst. Ik had haar al een paar dagen niet gezien. Dat is best wel lang voor ons. Ik ben nu weer thuis, maar Nessie was er nog niet. Dus ik ben best wel op tijd naar huis gekomen. Ja, dat is het. Ik denk dat ik bij deze ook mijn vlog ga afsluiten. Nou, ik dacht dat ik mijn vlog ging afsluiten, maar toen kwam Nessie thuis. En weet je wat hij mij vraagt? Ik heb toch gehaktballen gemaakt in de middag? Weet je wat hij wil? Hij wil gewoon een kufte tagine-achtige iets, zeg maar. Dat ik de kufte in de ei ga maken met tomaten. Oh, wat verschrikkelijk. Kufte tagine om 2 uur s'nachts. Weet je wat ik echt heel erg vind? De geur van eieren vind ik echt zo smerig. En dat nu zo laat. Lekker. Late night cooking be like. Ziet er niet slecht uit. Klaar met koken. Nessim gaat nu eten. Helemaal leuk. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei!